Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Magical Rise. Ja, jullie zien het, we zijn vandaag in de Efteling. Het is nog een beetje koud nu, maar ik ben volledig klaar voor een fantastisch magisch dagje hier in de Efteling. Ja, het is toch heel rustig hier in de Efteling eigenlijk. Het is ook nog niet veel volk eigenlijk, maar het is ook nog koud en je ziet iedereen is wel warm gekleed. Maar ik denk dat elk nog een heel mooie dag gaat worden hier in de Efteling. De lucht is eigenlijk al heel blauw, vind ik. Ja, na een rustige wandeling hier op de Pardoespromenade zijn we al direct aan de eerste attractie van de dag gekomen. Ja, het is een Symbolica. Ik vind het echt een van de meest leuke dark rides ever. Nu, voordat ik erin ga, wil ik eerst nog iets vertellen. Ja, jullie weten het, als ik naar de Efteling ga, dan vertel ik altijd iets over Samson. Want ja, Samson en de Efteling hebben natuurlijk een paar banden. En ja, ook hier, op deze plek, was vroeger iets van Samson. Namelijk hier hebben Sans Begeert ook opgetreden bij een zomershow. Dus dat is echt kei leuk. En nu ik dat verteld heb, ga ik heel vlug in Symbolica. Amai, zeg, hoe leuk was dat om nog eens lekker in Symbolica te gaan. Nu, voor mij is naar de Efteling gaan ook een beetje genieten van de natuur. En dat kan hier heel zeker. En dan ook genieten van het Sprookjesbos. En daar ga ik dus nu naartoe, hè, het Sprookjesbos. Kei leuk. Er klinkt muziek. Muziek uit paddenstoelen en de sprookjesboom vertelt nog een keer. En je kunt de spanning bijna voelen als Roodkapje bij de wolf heeft aangebeld. Door een roosje ligt te slapen, rode schoentjes dansen door. In de Efteling zingt iedereen in koor. Alles kan, alles mag in de Efteling. Altijd een betoverend geluid. Wat een prachtige dag in de Efteling. Daar zijn de wonderen de wereld nog niet. Ja, jullie weten allemaal hoeveel ik van characters hou. En dat heb ik echt superveel geluk gehad. Want ik ben echt twee heel oude characters tegengekomen van de Efteling. Namelijk Geeltje en Broer uit Tiet de Tovenaar. Echt waar, ik was echt zo blij. Echt waar. En ja, de foto's die zie je hier natuurlijk. En nu ga ik gewoon verder kijken hier in het Sprookjesbos. Want ik vind dat echt kei leuk. Ja, en inmiddels ben ik uit het Sprookjesbos en het is warm geworden ineens. En nu is het tijd voor die andere klassieker, namelijk Carnaval Festival. Ja, en wie naar Carnaval Festival gaat, die kan natuurlijk ook naar Vogelrok gaan. En ik heb echt de perfecte plek gekozen om hier te staan. Zie het, is precies of ik zo van die engelvleugeltjes heb. Ik ben dan ook heel braaf, hè. Maar ik wou zeggen, ja, ik mag hier binnen natuurlijk niet filmen, dus mijn camera laat ik gewoon hier en ik ga fijn genieten. Oeh, amai zeg, wat een ritje was dat weer. Toffe attracties, hè.
Ik hou er echt van. Ik hou echt van Voorhoorn. Ja, en papier, na al die avontuur hier in de Efteling heb ik toch wel een shiptwister verdiend. Dat is ook heel lekker. Papier hier. Papier hier. Papier hier. Dat is geen papier. Papier hier. Papier hier. Papier hier. Papier hier. Er is geen papier. Papier hier. Papier hier. Papier hier. Er is geen papier. Papier hier. Dat is papier, zeg ik u. Hier. Zeg, als je zo blijft staan, dan ga ik wel weg. Hier. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ja, bij dit heel warm weer moet je gewoon hier in de Piranha gaan om even af te koelen. En dat is ook echt wat ik nu ga doen. Dus ik ga heel snel in de Piranha. Dat is me gelukt dat ik niet al te nat word. Ik had toch gezegd dat jullie moesten wensen duimen dat ik niet te nat zou worden? Kijk, ik ben gewoon zeikensnat. Maar ik moet zeggen dat dit weer dus wel goed. En nu ga ik heel snel naar mijn andere grote favoriet. Namelijk Joris en de draak. Yes! Da-da-da-da-da-da-da. En ik hoop dat ik nu eindelijk eens mijn 1001 Ducaten krijg van de Efteling. Dat zal wel heel erg leuk zijn. Ik heb er heel snel in. Doei! Zo, ineens sta ik hier op het Steenbokplein, want ik heb gehoord dat Jurgen Veilig komt optreden. Ja, en dat moet je gezien hebben als je een Efteling bent, hè. Matjes en jongens, dames en heren. Hier, op het gezellige Steenbokplein in de Efteling, is het vries. Blijf dus nog even en zing en dans gezellig mee tijdens het Jürgen Freilich Familienfest. Hier is hij, voorzitter van Bob Steenbrenner in de Steenbok, Jürgen Freilich. Hallo! Heb je vakantie of een ATV? Is het geen meer voor het stand of het café? En ben je al van tot dat eentje bruin, dan ben je toe aan een hele leuke dag. Hier in ons park waar die snoep en alles mag. En als ik straks voor je dans en voor je zee, dan ben je morgen op weer naar de oma's in die vlaggetjes. De ladibotse, daarin ga je lekker vlug. Als je met vast zit, dan ben je alweer terug. Jodeladibobs, die van je jodeladier. Ik kan je sneeuw ohne ijs en ohne snee. Jodeladibobs, die dat is helemaal mijn ding. Dus ben ik heel graag in de Efteling. Jodeladibobs, al die mensen zingen maar met mij mee. Want van de jodeladier. Zullen we met de Polonaise gaan? Kom maar, jongens. Zo, mijn dag hier in de Efteling is nog niet afgelopen, maar deze vlog is wel afgelopen, want ik ga hier in het Efteling Theater nog lekker naar Caro kijken. Vonden jullie dit een leuke vlog? Steek dan zeker die duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet te abonneren als jullie dat nog niet gedaan hebben. En graag tot de volgende keer. Dag!